Ja jongens en meisjes, er zijn al een aantal dingen geleakt over het nieuwe Fortnite seizoen. Ik ga in deze video jullie allemaal up-to-date houden en alles vertellen over wat ik al weet. En ik ga tegelijkertijd gewoon proberen een lekker potje voor jullie neer te zetten. Blijf deze video dus gewoon helemaal afkijken om er dus achter te komen wat er dus allemaal al uitgelekt is. En laten we daarom gewoon gelijk gaan beginnen met de video. Yes jongens en meisjes, ik ga vandaag ook tegelijkertijd voor jullie gewoon weer een lekker potje neer proberen te zetten. Maar welkom bij deze nieuwe video en ja jongens en meisjes, Fortnite Chapter 4 Seizoen 3 is al een soort van uitgelekt. En daarom in deze video gaan we het er samen over hebben. Dus als je hier nou hype voor bent, laat dan sowieso even een like achter op deze video. Abonneer even op mijn kanaal met dat belletje als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan. En als je nou iets gaat kopen in de Fortnite item shop en mij wil supporten, gebruik dan sowieso even de supporter creditcode TIES. Maar jongens en meisjes, ik heb hier naast mij een lijstje staan met alle dingen die tot nu toe al uitgelekt en bekend zijn over het nieuwe Fortnite seizoen. Dus blijf deze video gewoon helemaal afkijken, want ik ga dat dus aan jullie vertellen. En tegelijkertijd ga ik dus proberen een lekker potje voor jullie neer te zetten. Zoals je kan zien, ik speel dus met die nieuwe skin die ja dit weekend in de item shop was. Dus daarom ga ik daar vandaag ook gewoon lekker proberen een potje mee te winnen natuurlijk. Maar ja man, er is al aardig wat uitgelekt. Dus daar ga ik zo meteen vandaag gewoon gelijk mee beginnen natuurlijk. Maar eerst wil ik even kijken of ik een beetje goede loot kan vinden. Dus ja, zoals ik al zei, als je deze video helemaal afkijkt, laat dan ook gewoon aan het einde van deze video weten wat jij er tot nu toe van vindt. Want daar ben ik dus gewoon heel erg benieuwd naar. Zoals je kan zien, ik heb best wel eigenlijk prima beginloot om mee te beginnen, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar op het moment dat ik deze video opneem en als deze video online komt, jongens en meisjes, dan is het, ja, chapter 4 seizoen 2 precies op de helft. We zijn nu 6 weken bezig met dit seizoen en ja, deze week komt er ook nog een aparte video online die je ook eventjes moet gaan kijken over dit seizoen. Maar tot nu toe vind ik het op zich wel redelijk. Ik ben gewoon tevreden met hoe dit seizoen gaat. Maar ja, daar gaat het dus niet over, dames en heren. Wij gaan het dus wel over het nieuwe seizoen hebben. En oh my god, geef mij deze paarse red aan mij gelijk eventjes mee. Ja, het eerste waar ik eigenlijk mee kan beginnen is natuurlijk de soort van ja, thema wat er aangebonden gaat worden. En de thema die we gaan krijgen heeft te maken met de jungle slash tropische achtige biome, zeg maar. Zoals we weten, we hebben natuurlijk nu in Mega City een soort van Japanse biome. En die gaat als het goed is veranderen richting dus een tropische slash jungle-achtige biome. En zit een voetstap hier, toch? Ja, ik wou net zeggen, ik zag die voetstap al in beeld. Waar zit hij? Waar zit hij links? Hallo? Dat is een skulltroeper. Gratis killetje opgepakt. Dankjewel, bro. Dankjewel voor de eerste kill. Let's go. We hebben ook gelijk een betere SMG en een betere shotgun. En we krijgen geen minis eruit. Of minis, geen chucks eruit. Dat is best jammer. Even kijken. Oké, hier liggen nog chucks. Top, top, top. Maar dat is dus het allereerste dingetje. We krijgen dus een jungle biome slash tropisch-achtig gebied, zeg maar. Dat vind ik zelf heel erg nice. Ik bedoel, ja, we gaan ook weer richting de zomer toe. Dus het is misschien best logisch dat we dat gaan krijgen. Maar jongens en meisjes, ik zat eventjes vast. Daar houdt het niet meer op. We gaan ook een soort van nieuwe boom krijgen in de game. We gaan namelijk voor de eerste keer palmbomen en cactussen krijgen. Ik weet niet zeker of die al in de game hebben gezeten. Als die er wel in hebben gezeten, ja, corrigeer me dan natuurlijk eventjes in de comments. Want dat zou ik natuurlijk, ja, best wel erg vinden als dat niet zo is. Maar voor mij hebben er tot nu toe nog geen echte palmbomen in de game gezeten. Of, ja, ik begin hier eigenlijk wel te twijfelen. Maar in ieder geval, ja, er gaan dus ook palmbomen en dus cactussen toegevoegd worden in het nieuwe Fortnite seizoen. En dat heeft dus allemaal te maken met natuurlijk de richting waar wij natuurlijk mee opgaan. Dus ja, tot nu toe vind ik dat al eigenlijk heel erg nice. Ik bedoel, ja, we gaan gewoon dus een grote verandering tegemoet in chapter 4 seizoen 2. Maar daar houdt het nog niet bij op, jongens en meisjes. We zijn nog niet klaar, hoor. Zit hier iemand boven? Wacht even, die ga ik eerst even killen. 1 seconde, man. Ik moet eerst even deze geikje killen. Hij zit hier onder nu, wacht. Bro, hij pakt de high ground. Oh, slim. Let's go. Ik schoot gewoon mijn eerste stukje kogel compleet mis. Maar dat maakt niet uit. 2 kills in. Lekker bezig. Lekker bezig. Lekker bezig. Oké, even reloaden. Ik wil eigenlijk dadelijk naar Brutal gaan. Want ik wil daar denk ik even proberen die mythic pump te pakken. Dus ik denk dat dat wel een goed plannetje is om te gaan doen. Wat kan ik hier überhaupt krijgen? Helemaal niks. Oké, ja. Ik heb al 6 splashes. Daar ben ik eigenlijk wel tevreden mee. Dus ik denk dat het gewoon een goed plan is om die pump zo te gaan halen. Oké, ik moet nu even goed opletten, jongens. Want die bot is nu aan het inspannen. Shotgun recycle neem ik even mee. Kijk, waar gaat hij spannen? Voor mij ergens daarachter. Ik zie daar iets blauws worden. Of zijn ze aan het fighten? Nee, daar is hij gespannen. Oké, top. En die voor me 2 mensen aan het fighten. Kijk, die wil ik eerst even meepakken. Let's go. Zit als goed is nog eentje. Of hebben ze elkaar gekild? Wacht. Pak de high ground. Nee, hij loopt er nog. Hij is cracked. Kom dan. Daar zit hij. Let's go, jongens. 4 kills in. Oké, laten we nu even die boss killen voor die shotgun. Zo, let's go. Oké, geef me die keycard. Top, let's go jongens, even die mythic pump pakken nu. Daarna ga ik even verder met wat er dus nog meer uitgelekt is over het nieuwe seizoen. Maar ik vind dit even belangrijker. Er zitten voetstappen hier, oh mijn god. Er gaat iemand hier naartoe komen denk ik. Doe die deur open. Ik moet heel snel die pump pakken en wegwezen. Ik ga denk ik via die toilet daar zo weg. Oké, wacht, drop deze. Slurf mee, let's go. Pump mee.
dit even openmaken. Misschien dat ik er iets van health uit krijg, want er ligt daar ergens ook nog een big pot. Oké, nu kan ik in ieder geval niet meer gepusht worden, jongens. Dat is even een tactiekje. Let's go. Oké, ik weet niet waar die guy nu precies is. Loop hier nog wel voetstappen. Maar dat zijn twee andere bossen hier rondlopen. Let's go, ik ben weer 100-100, jongens. Alright. Zoals ik natuurlijk ook al een video heb gemaakt, ik ga gewoon gelijk met jullie verder. Er gaat, als het goed is, dus aan het eind van dit seizoen een live event komen. Wat betrekking heeft met een vulkaan? Want er is ook al uitgelegd, jongens en meisjes, dat aankomend seizoen in chapter 4, zei ze, Maria, dan moet ik het goed ervoor lezen. Er dus vulkaanstenen verspreid over de map zijn. En ja, dan zou je denken van Chesto, wat bedoel je daarmee? Nou, ik weet niet of er nog een paar OG's zitten die dit heel goed herinneren. Maar er gaan dus een soort van hoprocks terug gaan komen, ja, in de game. Er zit een voetstap hier. Laat me eerst even deze kei pakken. Oh! 1 bot confirmed, jongens. 1 bot confirmed. Oh mijn god. Maar er gaan dus vulkaanstenen verspreid over het eiland. Ja, liggen of spannen. Wat dus inderdaad wel confirmed. Dat wij dus inderdaad gewoon een live event gaan krijgen. Met een vulkaan. Wat echt insane ziek is natuurlijk. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik vind dat zelf echt keihard. En dat niet alleen, dames en heren. Wat we dus ook nog eens gaan krijgen. We gaan ook nog eens van die soort van mudpools krijgen. Oftewel modderplekken. En als je dus met jouw poppetje in een modderplek loopt, ga je dus heel erg langzaam moven. Dus ja, dat is ook nog iets wat toegevoegd gaat worden. En verder heb ik daar dus nog geen informatie over wat dat precies inhoudt en hoe dat er precies uit gaat zien. Maar dan weten jullie dat wel, dat er dus gaat komen. Maar jongens en meisjes, ik ben nog steeds niet klaar. Echt, het is echt insane hoeveel informatie dus ik eigenlijk al voor jullie op dit moment heb. Er gaat namelijk ook nog eens een nieuw vehicle komen. En dat zeg ik nu toevallig terwijl ik in een auto zit. Want als het aankomende Fortnite seizoen natuurlijk released, zitten we midden in de zomer of gaan we natuurlijk naar de zomerperiode toe. Dus we gaan dus ook een nieuw surfboard vehicle krijgen. Geen idee hoe het nog gaat werken. Daar moeten we nog even met z'n allen achter komen. Maar we gaan dus een nieuw surfboard vehicle krijgen. Maar hij zit hier letterlijk hieronder. Hij zit letterlijk hieronder. Ja. Kom maar naar buiten, bro. Klim omhoog. Let's go. Kill nummer 6 is ook binnen, jongens. Kijk eens aan wat lekker, zeg. 17 mensen over. 6 kills al binnen. Maar, zou ik gewoon nog even verder gaan met het lijstje, jongens. Want ik ben nog steeds niet klaar. Ja, jullie geloven het vast niet. Pan eindelijk is ingespand. Daar ga ik eerst even heen. Eerst even met mijn katana. 1 keer omhoog. En nog een keer omhoog. Let's go, dan kunnen we doorglijden naar Span Island. Want daar wil ik dus wel, of Span Island, Loot Island. Ik wil eventjes die Mythic Overclock Pulse Rifle hebben. Maar wat nog meer dus bekendgemaakt is en uitgelekt is, is dat er dus iets nieuws gaat komen in de Battle Pass. Dus in de aankomende Battle Pass van aankomend seizoen gaat dus ook iets nieuws zitten wat we dus nog niet eerder gehad hebben in Fortnite. Ja, niemand weet dus nog precies wat het is en wat het in gaat houden. Maar er is dus wel al bekend dat er dus iets groots gaat veranderen in de Battle Pass. Dus misschien een nieuwe layout, iets in die richting. Ik zou het echt niet weten, jongens en meisjes. Maar ik vind dat er dus eigenlijk tot nu toe echt al heel veel uitgelekt is van het nieuwe seizoen. Terwijl we dus eigenlijk nog geen gameplay gezien hebben, verder niks weten. Maar tegelijkertijd dus eigenlijk wel heel veel al weten met wat ik dus eigenlijk net al aan jullie verteld heb. Kijk eens aan, Overclock Pulse Rifle. 4 slurpjes neem ik even mee. Dit is echt perfect. Moet gaan moven, jongens. Het wordt tijd om hier weg te gaan, dus laten we even een rift opzoeken. Nou, die heb je hier beneden. Kijk eens aan. Oké, er zijn nog maar 6 mensen over. Let's go. Ik kan dit gewoon gaan proberen te winnen, jongens. Daar gaan we mijn best voor doen. Als ik dit verhaaltje helemaal jullie heb verteld en dan ook nog eens een potje kan winnen, dan zou ik echt heel erg tevreden zijn met deze video. Nee, ik word beschoten door iemand, maar van waar? Moet stappen. Ja. Bro, ik wist dat ik hier niet alleen was. Waar zit hij? Kom, laat je hem even zien, bro. Hij zit hier sowieso boven of niet? Waar is die? Oh, daar is die. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Kom maar. Kom maar naar buiten. Komt hij. Maar is dit een NPC? Ik weet nou niet zeker of dit een NPC was, ja of nee, maar dat maakt niet uit. Dankjewel voor de kill. Er komt nog iemand aan. Er zit letterlijk iemand boven mij nu met een katana. Ik hoorde hem net hierheen vliegen. Maar hij gaat weg, kijk. Er is ook nog een NPC ingehuurd. Oh, you kidding me, bro. Zoveel mensen huren een NPC en dat is echt niet normaal eigenlijk. Staat hier ook nergens gewoon een normale auto waar ik mee weg kan wezen. Please, waarom staat hier nou geen auto of motor? Ik moet hier weg. Oh mijn god, een auto. Dit is echt perfect. Dit is echt perfect, jongens. Er zijn nog 5 mensen over. Kom op, Chess. Ik wil de high ground pakken in die toren hier links. Kom op, ik ga die auto uit. Kom op, high ground pakken. Zit hier iemand al of niet? Ik hoor iemand switchen van wapen. Er zit hier iemand in deze toren of niet? Ik zou eens weer dat ik iemand hoorde hier zo. Zie je wel? Let's go! Er liep nog iemand hier zo. Daar is die. Cracked! Nee! Oh mijn god, hoe heb ik hem niet kunnen killen? Hoe heb ik hem niet kunnen killen? Wacht, poppen slurp. Zit daar iemand sowieso in die bush? Want ik zie daar die NPC staan. Daar loopt iemand. Oh mijn god, jongens. Komt hem af. Go. Zit daar iemand ook in die bush? I know. Deze guy gaat me sowieso komen pushen. Daar is die. Let's go.
Pak die haikan weer. Oké, ga ik weer slurppoppen? Jazeker. Ik ga gewoon weer een slurppoppen, jongens. 1 tegen 1 tegen 1. Let's go. Ik ga gewoon manoeuvreren van boom naar boom. Dus laten we even in deze zitten. Verwacht dat mijn zwaard gereload is. Oké, ik ga weer, jongens. Ik moet naar die toren daar zo. Kan ik die toren bereiken, alsjeblieft? Zit hier rechts iemand? Ik zag hem vliegen. Daar zit hij. Oh my god. Bro. Let's go. 1 tegen 1. 1 tegen 1, jongens. Kom maar hoor. Alles reloaden. Moet hij gaan pakken hier. Bot loopt daar zo. Kijk, daar loopt een NPC. Dus dan moet die guy ook hier ergens zitten. Oh, daar is hij. Hij zit achter die paal. Hij is one shot. Hij is zo one shot, die guy. Zou ik hem pushen? Hij heeft wel een chrome, maar ja, daar heb ik nu helemaal niks meer aan. Ik ga er gewoon op af. Let's go, jongens. Proberen de game te winnen. Hij is aan het healen. Let's go, jongens en meisjes. Kijk eens aan. Hartstikke idee. 11 kill win gepakt. En nu weet jij dus daadwerkelijk letterlijk alles over het nieuwe seizoen. Fortnite Chapter 4, Seizoen 3.